niet altijd alles wat logisch is, is ook veilig en andersom. Nogmaals, het gaat ons om veiligheid. En de veiligheid, de veiligste optie in deze, is de westzijde. Dank u wel, meneer Zielman. Het woord... Tijdens het politiek beraad van 30 mei is ook aangegeven dat wij als gemeente ons best kwetsbaar op durven te stellen en een second opinion aan een onafhankelijk bureau gevraagd hebben. Een deskundige, zoals ook onze verkeersdeskundigen, uitermate deskundig zijn. Ik distantieer mij dan ook van de opmerking, CQ de vraag die gesteld is door de heer Kampman. Als ik dit zo hoor, dan is de hele argumentatie van de wethouder is gebaseerd op een rapport. Een rapport wat wij als raad niet kennen, wat de Fietsersbond niet kent, wat eigenlijk niemand kent, behalve misschien dat het hier in het huis rondzit. De wethouder zelf kent het ook niet. Vindt u dat niet vreemd, wethouder? En ik hoop met mijn uitleg dat ik u heb weten te overtuigen, omdat de westzijde veiliger is dan de oostzijde. Op de stemming over dit amendement. Bent u daarvoor of bent u daar tegen? Er zijn uitgebracht 31 stemmen, daarvan 19 voor het amendement en 12 daartegen. En daarmee is het amendement aangenomen. In termen van een verantwoordelijkheid nemen, politieke verantwoordelijkheid nemen voor een besluit, dat moet het college uiteindelijk doen, want het college gaat iets uitvoeren, kan het college zeggen, u amendeert een voorstel zodanig dat wij daar geen politieke verantwoordelijkheid voor nemen. En wij trekken het voorstel in. Maar het staat de gemeenteraad vrij om daar een politieke uitspraak over te doen. Wordt volgens mij heeft het college geen enkele zeggingskracht meer over voorstellen die hier liggen waar de raad een besluit over neemt. Dan had dat voor het indienen van het amendement moeten gebeuren. Dan had daarvoor gewaarschuwd moeten zijn. Het college heeft nu geen enkele invloed meer daarop, volgens mij. Maar ik durf wel vaker eerlijk te zeggen dat ik er niks van snap. In die zin ontstaat er vanavond een wat bijzondere situatie. Meneer Hummels en meneer Kampman en meneer Wiertz. Meneer Hummels. Ik krijg een beetje het vervelende gevoel dat het college zich hier bijna iets toe-eigent en in de hoop dat de raad zich laat overtuigen. En dan zou bij elk onderwerp waarbij het college denkt dat raadsbesluit bevalt ons niet, kunnen ze de raad raadplegen of het eventueel van de agenda gehaald mag worden. Mochten we die kant op gaan, dan kom ik hier voorlopig niet weer. Het verzoek, zoals u dat net heeft verwoord, wordt gedaan gegeven het feit dat het college probeert met het voorstel en met een onderbouwing terug te komen, waardoor er op basis van alle bekendbare feiten, ook de second opinion zal daarbij betrokken worden, een keuze gemaakt kan worden. Zegt u ja, dan bent u voor. Zegt u nee, dan bent u tegen. Ik open de stemming. Uitgebracht zijn 31 stemmen. 20 van u zeggen dat het college het voorstel mag intrekken. 11 zeggen dat dat niet het geval is. Het college heeft die vraag gedaan, dus het voorstel is ingetrokken. Bestaat dus niet meer. En het college komt met een nieuw voorstel. Daarmee is dit agendapunt afgerond.
Namens al die mensen die ik spreek, maar ook persoonlijk, kan ik u zeggen dat we ongelooflijk trots zijn. Dat we in de stad, in onze gemeente, zoveel verschillende, zo rijk geschakeerd gezelschap van veteranen hebben. U bent bijzondere burgers. U heeft een hele belangrijke bijdrage geleverd aan de vrede elders. Aan de belangen van Nederland. Ik ben er heel blij om dat u in ons midden bent, dat u in onze stad leeft. Ik wens u voor vanavond uiteraard een hele prettige avond toe. Maar dat doe ik niet dan nadat ik een bijzonder iemand, en ik zei het al, ik vind u allemaal heel erg bijzonder, maar ik werd één iemand onder mijn aandacht gebracht. En dat is namelijk de oudste aanwezige veteraan hier. En dat betreft de heer Ton Dijkstra. Hij is op 25 juli 1925 geboren. In december 1946 kwam hij aan en uiteindelijk is hij 3,5 jaar
op uitzending geweest. 3,5 jaar. Zonder dat er een Hercules en een DC-10 nog eens een keertje heen en weer vloog naar Eindhoven. Zonder dat er met een satelliettelefoon met het thuisfront kon worden gebeld. Zonder dat er gemaild of geskyped kon worden. Heeft de heer Dijkstra 3,5 jaar in Indonesië. Is hij 3,5 jaar onder de wapenen geweest. En als ik u vraag een applaus voor hem te hebben, dan hoop ik dat u ook voelt dat het applaus voor u allemaal is. Een applaus voor de heer Dijkstra. Van de afdeling waar ik vroeger bij zat, daar houden we 1 keer in de 2 jaar reunie. En dat is heel aardig, want dan zie je de oude collega's allemaal weer terug. Allemaal waar je samen mee in Nieuw-Guinea bent geweest. Maar dat vind ik heel erg leuk. En dit is ook een leuke bijeenkomst. En hier zitten ook mensen die in Nieuw-Guinea zijn geweest, maar ik weet niet wie allemaal. Prima zo. Een keertje in de camera kijken. Zo. Ik wil de voorlog aan de burgemeester. Als u mij wilt volgen, dan gaan wij nu. Dankjewel, Kaja. Eens kijken wat het echt is. Dankjewel. Ja, absoluut. Dit is de trots natuurlijk. De kampioenschaal, ja. 2005. Ja. Volgend jaar staat er nog in. Die is heel laag. Maar dit is denk ik jaren 40. Ja, afdekkers. Dus deze afdekkers. Ja. Ja. Er zijn ruimelt die kent ze allemaal uit zijn hoofd. Ja? Gisteren heeft hij mij, en ik moet eerlijk zijn, ik ben niet meer. Dit is Henry Kuzen, maar die wil waarschijnlijk ook met z'n allen op. Ja, die kun je nog wel verkennen. Meneer de voorzitter, heet u morgen Jan Smit? Ja, morgen zit mijn taak als voorzitter van de Haagdags Almelo. Of taak. Mijn functie zit erop. Nog 9 uur of zo, als we goed op de klok kijken. Heel bijzondere dag vandaag, toch nog heel druk geweest. Nieuwe speler aangetrokken. Museum mogen openen. Mijn bureau helemaal schoon gemaakt. Dus tijd voor de opvolger. Ik heb gehoord dat een hele dure speler binnen heb gehaald. Ja, een van de duurste spelers uit de geschiedenis van Heracles Almelo. Is dat de allerlaatste? Dat is voor mij de allerlaatste, ja. Maar of er nog wat bij komt, en er gaat zeker nog wat gebeuren voordat het eind augustus is. Dus eind augustus schrijft u er eigenlijk pas mee uit? Ik schrijf eind augustus niet meer uit. Het nieuwe bestuur en Nico-Jan Hoogma met het nieuwe bestuur, die nemen nou de beslissingen samen met Rob Toussaint. Hoe vond u de belangstelling voor het museum? Heel groot en allemaal hele gerichte mensen die er ook bij betrokken zijn geweest. Stuurgroep bedankt, het Almeloze Museum, Stadsmuseum bedankt. Ik vind het zo'n fantastisch resultaat wat hier neer is gezet. Wat ik ook zei, een museum moet in beweging blijven. Wat er nu staat, er moeten keer wisselende exposities komen, thema tentoonstellingen moeten er komen. En dat gaat echt gebeuren. De boer heeft een heleboel spullen thuis, maar ik weet niet of alles hier past, weet ik niet, maar hij heeft een heleboel spullen. Maar wij hopen ook dat door dit museum ook een heleboel andere mensen zeggen van hey, ik heb toch nog wel wat leuks te liggen en laat ik dat ook maar ter beschikking stellen aan het museum. Ja, ik denk dat de verzamelaars genoeg zijn nog. Absoluut. Vanavond kwam er al iemand met een speeltje wat je schijnt te krijgen, gekregen te hebben. In 1951, als je speler werd, voor de eerste keer meedeed, kreeg je een speeltje van de Haagdags wat je op kon doen. Ik had er nog nooit van gehoord, ook nooit gezien. En die heeft vandaag ook al aan het museum geschonken. Prachtig, en u verwacht nog veel meer? Ik weet het zeker. Mooi. Ik denk dat het genoeg is voor u. Op is op. Ja, het is voor mij gedaan. Ik ga lekker straks ontspannen naar de wedstrijden kijken. En voor de rest zien we wel wat er gaat komen. Vindt u het thuis ook leuk dat u nu thuis bent of niet? Nou, dat zou je thuis moeten vragen. Het lijkt me wel, of niet? Ik denk het wel. Ik hoop het wel. Ja, ik hoop het wel natuurlijk. Goed. Bedankt en succes in het verdere leven. Ja, dankjewel. Zeer bedankt. Oké. Ter afsluiting van het basketbalseizoen van de Uitsmijters is 's middags een
mixed toernooi en 's avonds een barbecue. Dit jaar kwamen burgemeester Gerritsen en wethouder Ten Selnam langs om 2 kampioensteams en maar liefst 9 jubilarissen te huldigen. Het belangrijkste wat ik wil zeggen, en ik ga u helemaal niet te lang van uw eten houden hoor, is dat je hier ziet dat een vereniging, een sportvereniging, veel meer is dan alleen maar sport. Als je hier aankomt lopen en je ziet hier de leden van de uitsmijters zo bij elkaar zitten, dan kom je er opnieuw achter, want het is voor mij ook een soort verkenningstocht door Almelo als nieuw bakken burgemeester. Dat zo'n vereniging ook gaat om vriendschap, om elkaar helpen, om elkaar, ja, er voor elkaar te zijn, ook als het ja, soms een keer in ons leven niet zo makkelijk is. En dat zie je op zo'n moment als dit. En jubilarissen, dat is vaak te vergelijken met, laat ik zeggen, de eikenbomen in zo'n vereniging. Maar dat zijn de mensen die een groot aantal jaren de schouders onder de club hebben gezet. Die hebben laten zien dat, nou ja, hard werken voor een club, meedoen met elkaar, dat er ook toe doet. Dat daarmee een vereniging ook bloeit. En eigenlijk zou je kunnen zeggen, en ik wil geen grote woorden gebruiken, maar jubilarissen zijn een beetje de monumenten waar je met elkaar naar op kunt kijken. Dit zijn de mensen die een voorbeeld zijn voor al die anderen die er nog maar net bij zijn of die nog een aantal jaren door willen gaan werken aan die vereniging. Om ook het beste te geven voor de club. En die jubilarissen zijn 25 jaar Bas van Os, 30 jaar Wim Krapshuis, 40 jaar Remco Boom, Antoinette Boom, Jan Detert, Geert Geurink, Albert Veldhuizen. Geert, ik heb het zin om jij ook gefeliciteerd met jouw jubileum. Een van de jubilaren is zelf aan het werk vanavond. Ik bedoel, als je gaat, dan moet je het doen. Alsjeblieft. Dan heb ik nog 1 jubilaris die ik denk ik niet eens onder uw aandacht hoef te brengen. Hij is hier al voor aanwezig. 50 jaar, een gouden jubileum met de uitsmijters Egbert Kamp. Applaus voor de prezes. Nee, de Weetulee zijn we begonnen om eigenlijk mensen enthousiast te maken voor de Almelo Allee. Dus hebben we bedacht om clinics voor de Almelo Allee op te starten. Dus trainingen bij Sisu en in de Gravenallee, die eindigen eigenlijk met de wedstrijd tijdens de Almelo Allee. We zijn begonnen met 11 man en dit jaar zitten nu op 20 aanmeldingen. Dus er komen nog steeds wat mensen bij. Het is nu wel ongeveer de laatste weken dat kan. Maar 20 aanmeldingen is een mooi aantal voor dit jaar. Ik zou ze aanraden inderdaad nu deze week dan nog aan te melden. Dan kun je nog instromen en in de vakantie doortrainen. Dan zit je nog op 10, 11 weken. Dus dat voor het schema is 10 weken. Dus dat kan dan nog precies. Ja, Almelo lezen eigenlijk de hardloopwedstrijd van Almelo. En Sisu als Almelo's atletiekvereniging hoort daar natuurlijk bij. De mooie samenwerking eigenlijk van Sisu en Almelo Allee om de wedstrijd eerst te organiseren. En ook de trainingen naar de baan te brengen. Dus eigenlijk ook om mensen die normaal buiten alleen voor zichzelf lopen, ook eens kennis te laten maken met de baan en hoe het is om eigenlijk bij Sisu te trainen. Ik liep altijd wel hard, maar ik moest een stok achter de deur hebben. Dus en vandaar dat ik me opgegeven heb om hard te lopen, zeg maar. Dus toen zag ik dit voorbij komen en ik denk, maar dat is een hele leuke uitdaging. Via Facebook. Krant zag ik het in staan. Dus even over nagedacht en uiteindelijk keus gemaakt. Dus, ja. Is er een verschil wat betreft het lopen op de baan en lopen in het gebied? Want vorige week hebben jullie, dacht ik, in het Gravenallee gebied gelopen. Ja, dat klopt. Gravenallee is toch wat oneffenheden op de straat. En dit op deze baan is natuurlijk perfect. Dat geeft veel meer demping. Dus dat loopt wel beter in ieder geval. Veel beter. Ja. Je gaat voor de 5 kilometer? Nee. Ik ga voor de 10 kilometer. Dat was wel de bedoeling. Dus 5 vond ik te weinig. 21,5 vind ik iets te veel van het goede. Dus ik denk, we gaan middenweg en dan kies ik voor de 10. Heel stoer. Ik heb een vrijkaart voor je, voor iemand, om mee te nemen op 24 september. Start en finish in het centrum. Aan wie wil je die vrijkaart geven?
Misschien mijn broertje. Misschien dat hij wel mee wil doen, maar ik betwijfel het. Maar misschien dat hij mee wil doen. Okay. Ja. Ja. Succes op 24 september, Almelo Allee. Nou, we zijn hier op het plaatsdelict. We zien hier een overleden persoon. We zien er wat sporen omheen. We beginnen eigenlijk altijd aan de buitenkant, want het lichaam dat blijft wel liggen. En we willen graag eerst alle andere sporen veiligstellen zonder ze te vernietigen. Nou, we zien hier een glas die omgevallen is. We zien hier een glas wat nog rechtop staat. We zien hier een zakje met een witte substantie, mogelijk drugs. Nog meer glazen. Al die glazen, daar kunnen vingerafdrukken op zitten. En zo weten we wie er op deze plek geweest is. Hoogstwaarschijnlijk ten tijde van het plegen van het delict. Nou, we zien een omgevallen stoel. Dat kan ons informatie geven over wat zich heeft afgespeeld. Vervolgens komen we wat dichter bij het slachtoffer. En zien we hier een bivakmuts. Dat blijkt, daarmee heeft de dader zichzelf zijn identiteit willen verhullen. Dus dat kan ons informatie geven over, kent het slachtoffer de verdachte of kent hij hem niet. Verder hebben we een veiliggesteld schoenspoor. En als laatste komen we bij het slachtoffer zelf. We kunnen natuurlijk altijd in de broekzakken gaan kijken of er bijvoorbeeld sporen daarin zitten. Papieren of dergelijke die van interesse kunnen zijn. We zien hier dat ze een schotwond in haar hoofd heeft. Dus daar zouden we wat mee kunnen op ballistisch gebied. Okay. Nou, dit is een sporenkoffer die we altijd bij ons hebben. Je zit voor alle soorten sporen zitten hier materialen in om het veilig te stellen. Kwasten voor de vingerafdrukken, een loop om de vingerafdrukken te bekijken. Wat staafjes om DNA af te nemen bij een verdachte of van een spoor. Bordjes om de sporen te nummeren. Andere soorten kwasten. Silmark, dat is vloeibaar rubber om indruksporen veilig te stellen. Afzetlint. Handschoenen. En dat is eigenlijk alles wat we nodig hebben. Hierachter zit nog verpakkingsmateriaal. Eigenlijk alles wat we nodig hebben om sporen veilig te stellen. Ja, wij werken meestal niet voor de politie. De politie heeft zijn eigen onderzoekers. Waar wij eigenlijk voor werken zijn of particulieren die onze hulp nodig hebben. Of bedrijven. En onze grootste doelgroepen zijn eigenlijk de advocaten, waarbij ze een tegenonderzoek willen. Er is al onderzoek gedaan door de politie en de advocaat en de verdachte willen zelf ook nog een onderzoek laten uitvoeren. En dat kan dan door ons.